jou verbogen. Waar ben je net van? Ja! Het is een logische optelsom. Ja, pieperschellen. Pieperschellen, hé! Ja, ja. Pas op, Zwaan. L1, programma onderweg. Ik ken het wel. Ja? Ja. Helaas kunnen we alleen niet meer op televisie. Ja, erg. Want je hebt een schotel. Alles. Maar daar zitten we niet meer op. Nee. Nee. Dat is heel vervelend. Ja, en je hebt waarschijnlijk ook een dramatische internetverbinding. Nee, dit is beter. We hebben daar... Maar dan kun je via internet kijken, hè, onderweg. Ja, je komt eens kijken op een camping of zo. Nou, wie reed je hier langs? Ja. Wie zoeken? Althans, ik niet. Sint-Bert. Sabine en Wolfgang. Sabine! Nee, ik bedoelde de Duitsers niet. Ik bedoelde Maria in de telefooncel. Oh, ik dacht wel, ja. En ja. Toen dachten wij bij onszelf van, dat zien mensen met een gevoel voor humor. Ja, dat klopt. Dat klopt dus wel. Ja. Waarom heb je besloten, Maria... Het Maria... Ja, Maria had natuurlijk een hotline naar boven, hè? Nou, bij de mensen, die hadden weer kaders gewerkt. En dan, die kwamen hier van een klooster. En dan werd je weer een klooster afgebroken. En dan ging je naar de buurtweg, dat zit hier al 20 jaar. Maar daar begint natuurlijk iedereen over, of niet? Ja, altijd. Dus dat verhaal over de carrière van een mens heb ik al druk verteld, denk ik. We waren 25 jaar bij Arcades. En toen had ze die telefooncel. Ik was altijd alles gebroken, ooit machines en alle. En toen hebben ze die telefooncel voor de grap meegebracht. Hij op een container neergezet. En dat zit, ja, ik denk al 25 jaar, die beelden in. We hebben overal van die beelden, ja. Hey, en alles werd hier in de gaten gehouden? Ja. Dat zie je wel. Ja. Oh, ja, ja. Ik heb het wel gezellig hier, hè? Ja. En begint het seizoen al, een beetje? Ja. Gisteren is deze, daar heb ik nog niet met gesproken, maar die zijn gisteren gekomen. En hun stonden al. Wolfgang, hoe lang staan jullie al hier? 15 jaar? Ja, bijna 15. Ja. Ja. Die zijn oorspronkelijk uit Mönchengladbach. En nu zijn ze verhoest naar de Eifel. Noord-Eifel, dat ze. Ah. Wat zit er nu? Nu gaan ze naar Hoes. Ze nemen de caravan met zich naar Noorwegen. Ja. Ah. Oké, okay. Want ik zie door, is dat ook een auto? Ja. Ah ja, want je ziet ook van Noorwegen volgens mij, nee. Hè? Nee, we hebben het van hun overgenomen. Ja, we hebben de hun... auto? Ja, de auto hebben we van hun gekocht. Oh, even deze. Maar dan heb je de motor invoeren, ja. Denk ik. Oh, oké. Okay. Ja. Ah, ja, dus dat zien inmiddels denk ik wel vrienden geworden. We zijn ook dekker met hun op vakantie geweest. Ja. En Wolfgang spreekt toch al Nederlands? Oh jawel, maar zien vrouw nog veel beter. Verstaan kan ik bijna alles. Verstaan kan hij alles. Sabine! Oh, Sabine, kom nou. Die kan beter. Die kan heel goed alles. Wat spreekt hij nog beter Nederlands? Ja, de dochter nog. Maar ik hoor net van mevrouw dat jullie... Pardon? Maar van Maria verwoorden. Van Maria, dat... Het is wel grappig, hè? Gestig wel eens bij die naamsgenoot in de telefoon zelfs. Nou, niet schoon, maar nee? Wolfgang. Of ik bij de naamsgenoot. Ah, in de telefoon, ja. Bas. Nou, de dat is... Wat is je naam van de L1? Ja, oh. Nederlandse verrezen. Dat is niet de eerste keer. In Duitsland waren we ook een paar keer in TV. Hoe kom je? In Duitsland? Oh, ik weet niet. Altijd. Wat gebeurt dat? Ja, beroemd, hè. Doorlopen. We waren in England. We zijn in England geweest. Dover. We komen in Dover aan, wat komt? Team aan, met camera, met dingen aan. En vraag waarom we daarheen naartoe komen. Altijd dan in Noorwegen. Daar komen ze aan, de örtliche presse. Oh, wat doe je? Kan er altijd op vakantie nou? Dag mevrouw Sabine. Die praat beter, Nederlands. Een beetje opknappen. Oh, kijk. Ja, zo gaat het. De dames gaan dan even snel. Nee, weet je, ik was daar boven aan het wassen. En ik denk, nou, dat gaat toch. Nou, weer op vakantie, 3 maanden. Nou, naar Noorwegen toe. Oh, we zijn drie maanden naar Noorwegen. We zijn beide in pensioen. Ja. In rente, zeggen ze. Ja, in rente. Ja, maar in rente en in pensioen. In Duitsland is een verschil. Hij was een beambte, hij gaat in pensioen. Ja. En ik was een gewone werker. Ik ga in rente. Ja, thuis een bedrijf. Die werkte voor thuis. Ja. Ja. Oh, dus dat wist ik niet, dat er een verschil is tussen pensioen en rente. Ja, pensioen is een beambte. Alle beambten die van staat en gesteld zijn, bekomen pensioen. En die andere even rente. Ik had ook nog een andere baan gehad vroeger. Ik was machinewerker en daar had ik ook rente nog van. Daar kun je ook rente van. Ja. Rente en pensioen. En wat gaan jullie hier doen? Nou, we zijn
Wij maken een programma voor het regionaal VNZ. Ja. Ja. En dan rijden wij altijd spontaan door de hele provincie, ja, door Limburg. Ja. En als wij ergens iets leuks zien, ja, Maria weet dat. Maar wij kunnen nou niet meer op alleen. Weet je het wel, in een kantine keken? Ja, precies. Maar dat, sinds kort kunnen we niet meer op. Oh, hoe kan dat? Ja, dat is ook daar afgehaald. We zijn van de schotel af, van de satelliet. Oh, ja. En het is heel vervelend. Want... Het is zo teuer. Ja, oké. En doe je dat via kabel of via een gewone antenne? Nou, kun je glasvezel? Ja, het kan in het dorp, kun je overal kijken. Ja. Okay. Maar daar moeten we nu op wachten. Ja, ook, want ja, ik woon net als Maria ook in een buitengebied. Ik wacht ook op glasvezel. Ja, we woonten thuis ook in een buitengebied. Ik ben nu ook op alles aan het wachten. Dat ik hoorde van Maria, jullie zijn van Gladbach verhuisd naar de Eifel. Naar de Eifel. Nou, voor 3 jaar. 13 mei voor 3 jaar. Uit, ja. Dus 3 jaar geleden zijn jullie inderdaad... Ja, als een pensioen dingen. Dus. Ja. En wonen jullie dan ook op een prachtige locatie in de Eifel? Ja, ja. Bovenop. Bovenop, 400 meter. En dus je kijkt zo op de Eifel en je loopt eruit. Dan ben je in het gebied. Duren is het. Van Hürtgenwalde. Hürtgenwalde is exact al. Duren is de grootste stad. Niedingen, dat is Niedingen bekend. Niedingen, dat ken je. Of Monschau? Monschau. Monschau zijn 20 kilometer. 20 kilometer. Van de Ruhrzee? Zeg het nog? Bad Münster Eifel? Nee, dat is een andere verhaal. Ja, daar ben ik wel eens geweest in het café bij Hanno. Ja, oké. Dat kent iedereen. Stomme kerel. Nee, met die bril op. Ik wacht mensen niet die altijd een bril op hebben en kan de ogen niet zien. Weet je? Ja, maar je ziet aan de ogen. Ja, dat weet ik wel. Maar ja, af en toe maar binnen kan je toch maar even afdoen. Ik heb hem wel eens ontmoet. Ik vond hem heel aardig. Een hele lieve man. Ja. Zitten toch, de Roerzee zit ook vlak bij jullie. Ja, precies. Ja. Daar gaan we zo. Nou, Roerzee is al zo'n 15 tot 20 kilometer. Maar gemeen jullie, dat is toch een fietstocht. Ja, dat is heel minder. Maar hoe bevalt het van het vlakke Gladbach naar de Eifel? Prachtig. Ja, prachtig. Alleen het fietsen, dan moeten we natuurlijk hier... Wonen voor een e-bike. We gaan ook fietsen. Ja, pas eigenlijk. Vroeger nooit. Vroeger had ik daar een gegner. Ik zei, nee, geen e-bike. Maar nu? Ja. Dan zijn over de 60. Maar bij hun kun je ook niet fietsen zonder e-bike. Nee, zonder e-bike gaat dat niet. We moeten je ook altijd van naar boven. Maar jullie weten hoe ze een e-bike hier noemen, hè? Nee. Een voetelfiets. Een voet? Dat is zeker een Belsland. Weet je, dat was van de heilige beelden. Die doen dat met dat voet in een raam. Die zetten die een motor binnen. Bas was van de heilige beelden, maar dan moet je even bij de kantine. Ja, en wil je even ons huisje bekijken wat we hier op de camping hebben? Ja, nu we toch... We zo naar de kantine. Blijf er even bij, Maria. Ik vind dat... Blijf er even gezellig bij. Want jullie al 15 jaar komen jullie dus hier. Ja. En nu gaan jullie... Die is 62 kilometer van hier. Dat was voor ons natuurlijk... Nou, hebben we dubbel afstand. Maar het is natuurlijk aardig hier, hè? Dat is niet leuk, hè? Ja, wat? Dat ziet er mooier uit, hè? Ja, als de deur dicht is. Ja, als je zegt dat je kwam, dan had ze binnen wel gepoetst. Ja, maar wij komen altijd onverwacht, want dat is het meeste spontaan. Dat klopt. Dan krijg je de mooiste spontane gesprekken. Maar hier is het netjes, hè? Wat een poetsje. Kijk! Een eigen keukentje. Een eigen keukentje. Van alles. Also, dat is die goede stoelen. Dat is die goede stoelen. Maar hier zijn we altijd. Ja. Een soort tweede... Slapen toen maar kouden. Want die mannen drinken daar immer bald, zegt de binnen. Ja, zeker. Met de bas hier moeten we avonds maar een bal drinken. Ja, met de bas. Ja, met u. En is dat dan een Duitse schnaps of een Nederlandse? Altijd. Ja? Altijd we brengen van Aldi de schnaps mee. Dat zijn die Italiaan in de jekken. Met de doos, hebben we al afgehaald. Ja, dat is veel minder. Nu hebben we gisteren nog 2 dozen meegebracht. Dat is goedkoper in Duitsland. Dat is nog geen 6 euro. Oh, lekker warm kacheltje erbij. Ja, dat is heel gezellig. Oh, elektrische kachel. Komt ook de wintertijd natuurlijk. Want het is alsof je in Oostenrijk zit of zo. Ja, precies. Een paar jaar geleden hebben ze hier ook foto's gedaan van een van zanger of zangeressen. En die hadden we al met die dondel aan, weet je. Oh, en dan was het huisje en in de zomertijd met al die bloemetjes daarvoor. Oh, die kwamen hier in de stoepen. Ja, en hebben hier foto's gedaan om te zeggen, maar we zingen Oostenrijkse liedjes. Dat is prachtig. Dat is de dochter van Ria toen bij, hè? Ja, precies. Hey, uit de buurt, of wat? Ja, Rupke van Jong, meiden die deed dat voor een of ander feestje. Leuk! Ja, we kennen heel veel mensen hier natuurlijk in deze tijd. Of van de omvluchten.
Maar jullie hebben je dan denk ik altijd wel heel erg op je gemak gevoeld hier. Dat jullie nu ook, jullie spreken de taal ook inmiddels. Hè? Ja, ik praat daar nog een beetje. Ja, niet zo bescheiden, Wolfgang. Nee, prima. We hebben ook een Nederlandse schoonzoon. En een Nederlandse Duitse schoonzoon. Van 4 jaar. Je leeft in de buurt van Maastricht nog. Dat is dochter, dat is jongste dochter. Ze getrouwd met een Nederlandse jongen, met Martijn. Met Martijn? Met Martijn. Maar dat is toch niet hier op de camping ontstaan? Nee. Die zijn naar hier toegekomen als de dochter ging naar Heerlen studeren. Ja. En van vooruit waren we altijd ergens voor de wintertijd, hebben we hem ergens van hier gezet, zomertijd hadden we hem te huis staan. Ja. En dan waren we een bruiskunst boven aan zee, of een keer in Sauerland, Alp of zo. En dan dacht ik, mijn meisje is 18 jaar, gaat alleen naar de Nederlanden studeren. Wil je toch een beetje dichterbij zijn, hè? En niet te dicht. Niet te dicht. Niet dat mensen op stap gaan, mam en pap altijd komen, dat wilden we niet. En ja, zijn we rondgetoerd en dan komen we hier naartoe, hebben Maria leren kennen en dat was het. En dat was het eerste jaar, waren we dan alleen het winterseizoen hier. Ja. En het tweede jaar zijn we dan al tezamen gewandeld in de banen en alles. En zegt Maria op het bij het wandelen. Samen naar Denemarken geweest en hoe zijn we dan weer? Ja. Maar dat was jullie gaan samen op vakantie? Ja. Oostenrijk, Frankrijk, Normandië. En Bretagne, Normandië. Ja, allemaal. Dus als ik het goed begrijp zijn jullie... We moeten altijd iemand hier hebben voor de camping. Dat is een probleem. We moeten altijd een campingbaas hebben als we zelf gaan. Ja, dus je kent niet weg wanneer je dat... Nee, wij zijn... Ja, maar het is leuk dat ze iemand van kennissen vinden of familie die dan hier dan blijven bij de camping. Dan kunnen we toch wel tezamen gaan. Dat is lekker. Het is toch leuk dat je via een omweg hier ooit terecht bent gekomen. Precies. En dat je daar dan ook vrienden voor het leven aan overhoudt. Ja. Ook hier op de Roerkant. Ja, mensen hier, buren, dan zijn we uitgenodigd. En dan drinken we koffie en dan praten we samen. Of natuurlijk nu ook een Eifelvisite. Ja, dat is leuk. Ja, dat is goed. Nee, weer en in september ga ik de Mont Ventoux lopen. Dus dan kunnen we dit jaar niet samen lopen. Nee, dat gaat de Mont Ventoux lopen? Ja. Wat is dat dan voor een evenement? Dan voelt de Mont Ventoux op. Van Toon Hermans uit het. Ah. Ja, dus, ik ben er een keer tegenop gefietst. Dat vond ik al een moeilijk zat. Ja, dat is de Haksenberg van de toeren. Ja. Sorry. Ja. En dan geest ik voor het Toon Hermans huis? Ja, wij komen een hele groep van Wiert. Gewoon wij voor het Toon Hermans huis of fietsen of lopen. En mijn zus zit tegenlopen en een andere zus die fietst hem altijd. En een zwager, de treintje fietsers. Dus ze komen met een hele groep dat... En wie best ik bij dat hele goede doel terechtgekomen? Nou, ons buren weet dus kanker, maar ik kom ook heel veel, ik zit in de wijkverpleging, dus ik kom ook heel veel mensen tegen met kanker. En zelf het geluk dat ik het nooit heb gehad, dus ik ga zoiets, snel ken ik dat nog. En dan kun je op die tijd dat natuurlijk niet meer kent. Dus dat jij zegt iets tegen mij, met 65, in dit jaar wil ik nu alles doen wat ik altijd wilde doen. Ben ik pas in Suriname geweest, dat was Oh, dit is de bucketlist avondwerken. Ja.